We zijn oorspronkelijk begonnen in 2011 aan het project en vooral op vraag eigenlijk van een jonge man die op bureau binnenkwam en die had pas een auto-accident gehad en dan was de vraag, goh, ik heb een gelijkvloers appartement, berging gekocht, die zou moeten omgebouwd worden tot een toewoonst voor persoonlijk. En toen die vraag binnenkwam, zijn we dus gaan kijken en al gauw bleek dat de oorspronkelijke grondplan helemaal niet geschikt was voor een rolstoelgebruiker. Heel smalle gangen, 70 centimeter, dus heel eng om binnen te komen. Allemaal opgedeeld in kleine kotjes met dan achteraan nog eens een patio die onder de grond zat. Dus dat was een grote uitdaging eigenlijk om in zo'n heel smalle diepe ruimte, toch genoeg licht en ruimte te kunnen creëren voor een jong gezin, zeg maar. Dus we zijn daar heel langzaamaan aan begonnen en we begonnen eigenlijk met heel die ruimte open te gooien, met zoveel mogelijk licht erin te kunnen brengen en dan van daaruit gestart met een soort zoektocht van hoe kunnen we een ruimte voor iemand die toch wat zorgbehoevend is, zo fris en zo warm mogelijk maken. Fris en warm mogelijk maken, ja. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk al de programma's die erin zitten, de keuken, de badkamer, de leefruimte, proberen te herschikken totdat daar een soort van flow van de ruimte in zat, met een grote leefruimte vooraan, een slaapruimte achteraan. En dan begonnen we met discussiëren met de opdrachtgever. We zijn ook diverse winkels binnengegaan, diverse dingen geprobeerd. Wat kan er nog, wat kan er nog niet? Er was ook een soort evenwichtstoornis. Dus er was ook de vraag van, ja, welke deur kun je openkrijgen? Welke klink kan je gebruiken? Dus heel ver proberen te onderzoeken van wat er mogelijk is. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een systeem waarbij dat we twee soorten van ruimtes maken, een soort leefruimte, die witte ruimte die we hier zien, en dan de soort dienstruimtes die ernaast zitten, waarbij de badkamer en de keuken en de bergingen enzovoort gecombineerd zitten. Verborgen achter een soort houten schuifsysteem, die een wat ruwer karakter heeft, zodat als daar met de rolstoel rondgereden wordt en er komt een kras, ongetwijfeld komen er krassen op die dingen, dat gewoon verdwijnt in de patine van het materiaal. Toen we dat gedacht hadden om die weg verder te gaan, zijn we alsmaar met de klant blijven voortdiscussiëren, voortdenken van hoe kunnen we die ziekenhuiskamer die uiteindelijk voorgeschreven is, waar je altijd terechtkomt als je op zoek gaat naar speciaal meubilair, speciale tafels enzovoort, om dat toch zoveel mogelijk te elimineren. En dan hebben we eigenlijk samen met de klant heel wat dingen herontworpen, hermaakt, zoals de tafel. De tafel is misschien een heel goed voorbeeld van hoe dat wij als architecten daarmee omgaan met dit soort van vraag. We hebben een tafel ontworpen die eigenlijk heel wat verschillende elementen met zich meedraagt, waarin dat het specifiek voor die context. Dus dit is hier de zithoek, daar zit er een boekenkast bij de zithoek, zodat daar de afstandsbediening enzovoort kan ingelegd worden heel snel bij de hand. Je hebt natuurlijk de tafel zelf, maar door de subtiele knik die in die tafel zit, kan er ook iemand die in de rolstoel zit te koken, heel makkelijk onderin schuiven. En zo kan er ook een ruimte vrij blijven die vrij abstract, vrij neutraal eigenlijk, vrij kan blijven en niemand stelt zich daar ook vragen bij. Natuurlijk is het een appartement voor één persoon en toch kunnen daar zeven mensen aan die tafel gaan zitten. Wat wij ook heel belangrijk vonden, omdat je dan ook familie kan uitnodigen enzovoort. Dus die combinatie van elementen zit bijvoorbeeld ook in het bed. Even zoeken. Dus het is een soort van bed waarin alles in zit wat in een ziekenhuisbed verwacht wordt. Je kan daar omhoog naar beneden klappen, je kan daar ook jezelf in naar boven trekken. Maar het is ook een bureau. Het is ook een plaats waar je kan zitten en naar buiten kijken.
En tegelijkertijd wouden we die functionaliteit die gevraagd wordt aan een ziekenhuisbed, bijvoorbeeld de noodknop, de licht, een soort radio erin zetten, de deur kunnen bedienen vanuit het bed enzovoort, toch er ergens in verwerken. Dus we hebben een lamparmatuur gemaakt wat op die tafel staat, ook heel bewust op die tafel, omdat het geen onderdeel van heel dat systeem moet zijn, maar een soort afgebakend designobject. Wat licht geeft naar het bureau, maar op dezelfde manier wel een soort functionaliteit ingebouwd, dat je ook die noodknop, ook die stopcontacten, ook die licht, ook de deurmelder enzovoort mee geïntegreerd hebt. Zodanig heb je een lichtarmatuur wat licht geeft naar je bureau, maar ook s'avonds, je kan dat draaien, heb je een nachtlamp, vandaar kan je de radio opzetten, bedienen, je kan daar ook je iPod insteken enzovoort. En tezelfde tijd ook mensen binnenlaten als het nodig is.